Lineair bouwen is eigenlijk de manier waarop we dat de afgelopen 150 jaar gedaan hebben. We creëren een bouwwerk door grondstoffen bij elkaar te zetten. En na verloop van tijd zijn we eigenlijk klaar met het gebruik van het pand en dan slopen we het. Dan creëren we afval. De ontwikkeling die we nu zien is dat we toe gaan naar meer circulair bouwen. Dat wil zeggen dat je vanaf het begin af aan al na gaat denken over hoe ga ik grondstoffen, producten zo in elkaar zetten dat we aan het eind van de rit dat weer uit elkaar kunnen halen. Daarmee de waarde behoudend en verspilling voorkomend. Binnen de Community of Practice Circulair Bouwen proberen we groepen bij elkaar te brengen, opdrachtgevers die een bouwopgave hebben. En dat kan zijn een recreatiewoning, dat kan zijn een zorginstelling, dat kan zijn een kantoorgebouw, dat maakt niet uit. Het zijn allemaal partijen die zeggen, ja, ik wil komend jaar iets gaan bouwen of verbouwen. Ik zou dat meer circulair willen doen. Help mij met de kennis, kunde en ervaring om dat te doen. Ik vond dat in deze workshops het hele onderwerp met verschillende invalshoeken, van financiën tot techniek, tot contractvorm, tot juridische aspecten, heel goed uitgelegd werd. Om iets nuttigs te doen, zeg maar, en iets nuttigs op papier te krijgen, dan moet je daar denk ik met meerdere mensen over hebben. En dat vind ik erg leuk van zo'n groep mensen bij elkaar op zo'n dag, dat je meerdere verhalen hoort. Waardoor je elke keer de neiging hebt om je eigen verhaal bij te stellen. We willen ook zeker volgend jaar, in 2017, kijken of we weer een nieuwe Community of Practice kunnen starten. En dus partijen die een bouwopgave hebben, roepen we dus ook op om zich bij ons aan te sluiten. Doe mee, want ik denk dat de toekomst zeker die weg inslaat. Er is geen ontkomen aan. Ik denk dat de manier waarop je hier heel makkelijk kennis kan verkrijgen, wat het je kost in tijd, in geld, de business case zeker positief zal zijn. Op het moment dat jij meer kwaliteit kan krijgen voor minder geld en ook nog eens een keertje dat het beter is voor de wereld waar we met z'n allen van leven, ben je te gek als je het niet doet.